In de afgelopen periode zijn in het kader van voorbereidende werkzaamheden in aanloop naar de verkiezingen toe verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Onder het beheer van het Onderdirectoraat Algemeen Beheer, ODAP, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn twee projecten volledig gerealiseerd. We hebben in de afgelopen periode een aantal projecten, of we zijn bezig met een aantal projecten. En een van ze, welke al zijn opgeleverd, is dat van de straatnaamborden. In het kader van de voorbereidende activiteiten voor de verkiezingen hebben wij dan een werkloods opgeleverd voor de afdeling huizennummering en straatnaamborden. Daarnaast hadden we de uitvoering van het project van een werkloods voor werkgroep stembureau materiaal. Ook die is opgeleverd en dan zijn ze bezig met het project van de uitbreiding afdeling CBA bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken. De vorige werkloods van de afdeling straatnaamborden en huizennummering wordt nu gebruikt voor de productie van de EID. Okay, dit ten aanzien van het project van huizennummer en straatnaamborden hebben wij voor straatnaamborden hebben wij de locatie waar ze toen waren, hebben wij thans gebruikt voor de productieruimte van de EID. Dus we moesten een nieuwe ruimte, werkruimte voor de afdeling straatnaamborden opzetten. Dus dat is de aanleiding geweest. En natuurlijk met de toename van de werkzaamheden hebben we een projectie gemaakt van wat is de behoefte wat betreft de werkloos. Eveneens dat van stembureau materiaal hebben we gemerkt dat bij de vorige verkiezingen dat de werkloos niet voldoende was. Want ze hadden al een werkloos, de ruimte was niet voldoende, dus we hebben gekozen voor een uitbreiding van de bestaande werkloos. Momenteel wordt de afdeling CBA-bewaking uitgebreid op het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Landelijk krijgen ook alle bureaus voor burgerzaken een upgrade. De implementatie van het EID-project zijn we ook drukdoende bezig om alle BVB's te voorzien van een intakeboot. Maar het wordt in fases uitgevoerd. We hebben fase 1 gehad. Ik dacht dat we 14 bureaus hebben die we landelijk hebben, die operationeel zijn, waar je elektronische ID-kaart kan aanvragen en de biometrische gegevens kunnen opnemen. Nu zijn we bezig met de tweede fase. Eveneens, ik dacht ook nog 10 bureaus landelijk die we nog bijkrijgen. En zo zijn we continu bezig, op een gestructureerde manier bezig met het opzetten van de intake booths voor de EID. De KMO-unit, tot voor kort gehuisvest op het hoofdkantoor, is verhuisd naar het voormalige gerechtsgebouw aan de Fred Derbystraat. Deze unit is een werkarm van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en houdt zich bezig met het begeleiden van startende en doorstartende ondernemers tijdens en na hun financieringsaanvraag. Het KMO-fonds is speciaal bedoeld voor kleine en middel micro-ondernemers, waarbij we vanuit het ministerie ons vooral willen richten op ondernemers in de verschillende gebieden. Ook de dependances die spelen een belangrijke rol daarbij. We sluiten niemand uit. Ik zou eerder praten over KMO-unit in plaats van fonds, omdat de term fonds een andere werking heeft vaak genoeg. Het is belangrijk dat ondernemers zich realiseren dat er heel veel tijd en energie en middelen geïnvesteerd zou moeten worden om je doelen als ondernemer te bereiken. Hoe werkt de KMO-unit? De mensen van de unit hebben als belangrijke taak om de ondernemers te begeleiden bij een financieringsaanvraag. De financiering zelfs gebeurt door lokale banken waar we mee hebben gezeten. En op dit moment werken we nauw samen met de Godo en de Hagrid Bank en het Garantiefonds. Het laatste dat als dekking moet dienen voor ondernemers zonder andere banken. Het ligt in de bedoeling dat wij werken met meerdere banken. Meerdere lokale banken erbij te betrekken om zodoende meer financieringsmogelijkheden te hebben die aan kleine ondernemers te bieden en te creëren. In het voortraject
is het begeleiden van de medewerkers van de unit ook van toepassing gekomen. Ze helpen hem of haar bij het screenen van een ondernemingsplan. Het checken of alle relevante stukken aanwezig zijn die de bank nodig heeft. En hoe zit het met onderpand enzovoorts enzovoorts. Als alle onderliggende stukken in orde zijn en de ondernemer ook alles op een rijtje heeft, worden die doorgeleid naar de desbetreffende bank. De keuze is afhankelijk van de grootte van de financieringsaanvraag en ook het onderwerp, of althans de sector. De medewerkers van de banken gaan vervolgens verder met het dossieraanslag en daarna wordt er bepaald als de klant een lening kan krijgen. Indien een ondernemer geen onderpand heeft, kan de bank een beroep doen op het garantiefonds. Minister Stefan Sang gaf aan dat de bereikbaarheid van de KMO-unit van groot belang is voor de economische groei van Suriname. Met deze nieuwe locatie maken we de dienst toegankelijker voor de kleine en middelgrote ondernemers in Suriname. Het doel van deze regering is duurzame groei en ontwikkeling en het concurrentievermogen van onze economie te realiseren en daarmee sociale vooruitgang voor alle inwoners te bewerkstelligen. De KMO-unit zorgt er immers voor dat alle benodigde documenten in orde zijn. De bank kan zich vervolgens focussen op de verstrekking van de lening. Daarnaast begeleidt de unit de ondernemer tot aan het succesvol afbetalen van de lening, waardoor het risico voor de banken wordt verlaagd, waarmee de bank een lagere rente kan vragen. De voorzitter heeft aangegeven lager dan 10%. We willen zelfs streven naar een 5% voor ondernemers. De doelgroep die voor een financiering via het KMO-fonds in aanmerking komt zijn de startende bedrijven, bedrijven die een doorstart maken of onvoldoende onderpand hebben. Ondernemers uit alle sectoren mogen deelnemen aan dit fonds. Met de ingebruikname van dit pand verwachten we dat nog meer ondernemers de weg naar KMO-unit en de KMO-fonds daarmee financiering zullen vinden. Waarbij ik echter wil benadrukken, we zijn er niet alleen voor ondernemers in Paramaribo. We zijn er juist voor de ondernemers in de andere districten. Het ministerie heeft in alle districten een dependance waar we dezelfde diensten verlenen als in Paramaribo. In dit kader is het ook goed te weten dat we vanuit HINT nauw betrokken zijn bij het project van Telesuur, Sumarket. Dit is een online platform waar ondernemers hun producten op kunnen aanbieden. De medewerkers van de ondernemersdesk kunnen de ondernemers begeleiden bij het maken en plaatsen van foto's van hun producten voor het maken van teksten en andere begeleiding. Hiermee beogen wij het vergroten van de lokale markt voor de kleine ondernemers, vooral ondernemers in rurale gebieden. Kunnen zo makkelijk hun koopwaar aanbieden aan de grotere markten in Paramaribo en omstreken. En uiteindelijk ook aan de wereld. De afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft aan de Martin Luther Kingweg een nieuw type wegmarkering geïntroduceerd. Het gaat bij deze om een dubbele wegmarkering voor een duidelijke rijscheiding over de weg. U hoort het hoofd van de afdeling verkeer, Henk Wip, hierover. Het ministerie, met name Dalian, is bezig met het aanleggen van de wegmarkering op het weggedeelte van de MLK Highway, waar de asfaltering reeds af is. Er wordt een nieuw patroon markering aangelegd dat niet eerder in Suriname is toegepast. En dat is een dubbele aslijn, simpel gezegd. Maar technisch is dat een rijrichtingsscheiding. Er worden kantstrepen aangelegd en de bedoeling is dat het verkeer rijdt in haar rijrichting tussen de strepen van de rijrichting. Men mag geen gebruik maken van de tussenruimte tussen de dubbele aslijn, de rijrichtingsscheiding, en dient zich te houden binnen de lijnen van de rijstrook. Er zijn diverse redenen om de dubbele asmarkering toe te passen op wegen.
De heer Wip geeft aan waarom er voor dit type gekozen is voor de highway. Het doel van de dubbele asmarkering, de rijrichtingsscheiding, is om zijdelingse conflicten te voorkomen of frontale botsingen te minimaliseren. Waarom is hiervoor gekozen? Op de Martin Luther King Highway is een maximum toegestaande snelheid van 80 kilometer. En we hebben in de afgelopen periode enorm veel zware aanrijdingen gehad. En wij willen door middel van deze beleiding, deze markering, voorkomen dat wij conflicten krijgen. Met de dubbele asbeleiding is het zo dat de voertuigen in tegemoetkomende richtingen een stuk verder van elkaar af zijn, waardoor je conflicten kunt vermijden. En we vragen de gemeenschap om te letten dat zij binnen de rijstrook rijden van hun eigen rijrichting. Met de komst van dit nieuw model van wegmarkering is het ook van belang te weten hoe de voertuigen moeten rijden. De markering die nu wordt aangelegd is een dubbele asmarkering, noemen wij dat. En technisch is het een rijrichtingsscheiding. Je zult zien dat op de as van de weg dubbele strepen zijn aangebracht en aan de kant van de weg kantstrepen worden aangebracht. De bedoeling is dat het verkeer gaat rijden tussen de streken van hun rijstrook en men mag geen gebruik maken van de ruimte tussen de twee strepen in het midden van de weg. Simpel gezegd, de dubbele asmarkering. Na de Martin Luther King Highway zullen er ook andere wegen aangepakt worden met de dubbele wegmarkering. De dubbele asmarkering, de rijrichtingsscheiding, kan op verschillende wegen worden toegepast. De tussenruimte tussen de strepen varieert tussen 1,10 meter en 18 centimeter. En de tussenruimte tussen de twee strepen is afhankelijk van de maximum toegestaande snelheid op de weg. Gelet op het verkeer en de verkeersongevallen had het ministerie van OWTNC geen andere optie om dit model van dubbele wegmarkering ook in Suriname te introduceren. Het gaat meer om de veiligheid. We zien de afgelopen periode, afgelopen jaren, dat we enorm veel aanrijdingen hebben op onze wegen. We zien een beetje roekeloos rijgedrag. En wat wij ook hebben in Suriname is gemengd verkeer. Gemengd verkeer betekent dat we langzaam verkeer tezamen met snel verkeer op dezelfde rijbaan gebruiken. Dat maakt dat onze weggebruikers vaak tegen de as van de weg aan rijden. Je kunt voor jezelf nagaan als je rijdt in het verkeer, dan zult u zien dat de meeste voertuigen tegen de as van de weg gaan rijden. Op de MLK Highway hebben wij een gescheiden fietspad. Het is een vrij liggend fietspad. Dus op de hoofdrijbaan krijgen wij geen langzaam verkeer. En alleen een snel verkeer maakt gebruik van de hoofdrijbaan. Dat betekent dat we de afstand tussen het tegemoetkomend verkeer, dat we die wat ruimer kunnen maken. En zodoende kunnen voorkomen dat we zijdelingse conflicten krijgen of frontale botsingen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een heel belangrijke taak en dat is de gezondheid van de bevolking garanderen. Dat garandeer je ook door kwalitatief goede medicijnen te garanderen voor de samenleving. Dit zei Cleopatra Jesrun tijdens een tweedaagse stakeholders meeting betreffende het upgraden van het regulatiesysteem, het verbeteren van de inkoop en het rationeel gebruik van medicamenten in Suriname. Deze meeting werd gehouden op 19 en 20 september 2019 in Jacana Amazon Wellness Resort. Die kwalitatief goede medicatie die je moet hebben voor je samenleving, moet je dus ook goed kunnen uitpluizen welke medicijnen laat je dus halen en van waar. Dat heeft allemaal dan weer te maken, is allemaal bij wet ook vastgesteld. Je hebt een registratiecommissie die medicijnen moet registreren. Maar je hebt natuurlijk ook de importeurs die medicijnen moeten binnenhalen. En dan heb je een farmaceutische inspectie die dat allemaal bij moet houden. Je hebt de Nationale Geneesmiddelenklappercommissie die een lijst moet opmaken van wat zijn de medicijnen die nationaal in Suriname gebruikt worden on a daily basis. Ergens in de link, ergens in die lijn, gaat het een beetje mis.
We zijn wel niet het enige land, laat me dat gelijk hebben bezig. We zijn een land in ontwikkeling, we zijn een derde wereldland en we zoeken natuurlijk onze weg op. We zijn een klein land. We zijn niet erg aantrekkelijk voor die grote markten, voor die grote fabrikanten. Dus vaak genoeg moeten we meeliften met andere landen. En uiteindelijk moet je toch voor je land gaan beginnen uit te kijken. Hoe kan ik in één zin nationaal ervoor zorgen dat alle medicijnen aanwezig zijn voor onze patiënten. Als mede-organisator van de meeting vaderde de Pan American Health Organization drie experts vanuit het hoofdkwartier in Washington af, waarbij er is gebrainstormd over hoe onder andere het tekort aan medicamenten op te heffen. Er zijn dus drie experts gekomen uit PAHO Headquarters Washington om te luisteren ook, om ook hun presentaties te geven over good practices. Laten we dus dat even goed vertalen. Het gaat er meer om hoe gaat het internationale aan toe in landen die het wel, waar het wel lukt. In iets grotere landen, maar ook kleine landen. We hebben een commitment gemaakt, een hele poos terug ook, met de PAHO een MOU ondertekend voor een strategic fund. Daar we willen daarna kijken. Strategic Fund is een van de fondsen die, dus waarvan we gebruik kunnen maken om onze nationale geneesmiddelenklapper daarbij aan te vullen. We willen kijken hoe wij daar goed of beter gebruik van kunnen maken. Volgens Jesrun is er tijdens de meeting ook opnieuw aandacht besteed aan de voorwaarden waaraan men moet voldoen voor het kunnen opereren van een apotheek. Om dit vraagstuk zo effectief mogelijk te behandelen, zijn hierover gesprekken gevoerd met het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. We hebben ook wederom gekeken naar het licensen van onze establishments, dus apotheken. Hoe krijg je een vergunning voor een apotheek? We hebben ook gesprekken gehad met het ministerie van Handel, Industrie en Industrie. En we hebben dus met hun gekeken naar hoe kunnen wij als ministerie van Volksgezondheid samenwerken met ze om de randvoorwaarden te stellen. Welke medicijnen zijn over de counter, dus die je gewoon kan kopen? Welke moet je een prescription voor hebben? Want je wilt dat wat je ook ziet in alle supermarkten, dat er toch wel ergens een medicijn voorkomt of illegaal ergens een medicijn binnen wordt gehaald en verkocht, wil je zoveel als mogelijk voorkomen. Dus daarnaar is er ook gekeken en ook concrete afspraken zijn daarover gemaakt. Ook Ryan de Gama, directeur van het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname, BGVS, was tijdens de meeting aanwezig. Voor hem was deze bijeenkomst zeker op zijn plaats, aangezien ook het BGVS te kampen heeft met uitdagingen als nationale leverancier van medicamenten. We waren zelf ook uitgenodigd op deze PAHO-conference, PAHO-meeting, info-sessie om het eigenlijk zo uit te drukken. En dat is omdat wij als BGVS in principe voor een heel groot deel zorg dragen voor medicijnen voor die Surinaamse samenleving. En telkens als BGVS in de uitvoering van onze activiteiten om de medicijnen hier in Suriname te krijgen, hebben we altijd een hele grote challenge en dat is dus die prijs. Je wil een betaalbaar medicijn hier krijgen, medicijnen hier krijgen voor die bevolking. Ze moeten ook dan dus voldoen aan de juiste kwaliteitsaspecten en je moet ze ook dan op het juiste moment in principe beschikbaar hebben of hier hebben. Om deze drie dingen te mixen met elkaar, prijs, beschikbaarheid en kwaliteit samen, dat is een really tough challenge voor ons als BGVS. Dus we stelden het op prijs dat het vanuit het ministerie van Volksgezondheid er een PAHO-missie in elkaar is gezet, waarbij we waren uitgenodigd om eventueel wat tips, info en misschien ook een beetje frustraties van ons te delen met PAHO, waar wij eventueel misschien wat hulp kunnen krijgen hoe te dealen met deze everyday challenge van ons. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft in de grote schoolvakantie gezorgd voor zinvolle vrije tijdsbesteding met als onderdelen uitwisseling, vakantiecentra, bedrijfsexcursies, werkgelegenheid, zwemmen en een afsluitingsmanifestatie. Landelijk heeft het ministerie 13.000 jongeren geaccommodeerd. We hebben in de grote vakantie van 2019 het project Zinvolle Vrije Tijdsbesteding gehad. Dat bestond uit een aantal deelprojecten, waaronder vakantiewerkgelegenheid, vakantiecentra,
bedrijfsexcursie, vakantieuitwisseling, vakantiezwemmen. En aan het einde hebben wij afgerond met de afsluitingsmanifestatie. Bij vakantiewerkgelegenheid hebben we iets meer dan 1500 jongeren geaccommodeerd. Dat is in samenwerking geweest met de collega-ministeries, met de instellingen, met het bedrijfsleven. Wij zijn daar heel dankbaar voor. Hebben we jobbers kunnen accommoderen die zichzelf dienstbaar hebben gemaakt van de gemeenschap. Want dat was het belangrijkste doel van het project vakantie werkgelegenheid. Bij de bedrijfsexcursie hebben we de jongeren in de gelegenheid gesteld om bij diverse bedrijven de bedrijfsprocessen te kunnen waarnemen. We hebben ze de kans gegeven om vragen te stellen. Ze hebben mee kunnen doen, ze hebben kunnen participeren in bepaalde bedrijfsprocessen. Dat maakt het inlevingsvermogen wat groter. We hebben vakantieuitwisseling gehad. Het is een verkapte versie van vakantiekamp. Maar het thema hierbij, en daarom heet het ook uitwisseling, is dat wij diverse districten bij elkaar hebben gebracht waarbij ze de culturen konden uitwisselen. De jongeren zijn dus op het gebied van cultuuruitwisseling echt aan de gang geweest tijdens het vakantiekamp, vakantieuitwisseling. We hebben vakantiezwemmen gehad. Daar hebben we landelijk ook weer een aantal kinderen kunnen voorzien van een zwemdiploma. De afsluiting daarvan was met het examen in Nikeri. Daar hebben we 100% geslaagden gehad. Vakantiecentra hebben we gehad. Landelijk 98 centra kunnen bedienen, de jongeren kunnen bedienen. En daar hebben ze diverse trainingen, workshops zijn ze mee bediend. Ze hebben bezoek gekregen van de brandweer, van de politie. Ze hebben kennis gemaakt met eigenlijk alles. Het thema van vakantiecentra was milieu. Dus ze hebben ook hun creativiteit daarop los kunnen laten. En natuurlijk hebben we met onze collega's van sport ook invulling kunnen geven aan de dagplanning. Waarbij de jongeren ook mee hebben gedaan aan wat sportactiviteiten. Het geheel is dus afgesloten met vakantie, met de afsluitingsmanifestatie. En dat was op Sozes. Daar hebben we 10 districten, elk vertegenwoordigd met 1 vakantiecentrum, bij elkaar gebracht. En dan kwamen ze in competitieverband tegen elkaar uit op het gebied van sport. En ze hebben hun creatieve talenten kunnen tonen. Nou, ik ben zelf overal en nergens geweest, omdat ik het heel belangrijk vind om een beetje te kunnen waarnemen waar we altijd in kunnen verbeteren. Zodra we in de uitvoering zitten, zijn we altijd benieuwd naar wat beter kan. Weet u, het project Zinvolle Vrije Tijdsbesteding is vrij dynamisch. Elk jaar is het weer anders. De jongeren zijn dynamisch, dus je moet met ze meegroeien. Ik mag zeggen dat we als ministerie heel trots kunnen zijn dat we dit zo hebben afgerond. De blije gezichten. Als je de blije gezichten van de jongeren ziet, dan heb je het doel behaald. Mijn naam is Merten de Kromme-Jennifer. Mijn naam is Leben Grinaldus. Mijn naam is Ruben Charles, maar veel mensen kennen me net als Ruben, maar mijn naam is eigenlijk Giuliano, maar daar gebruiken ze Ruben. Mijn naam is Fabien Samor. Ik ben van district Saramaka, omgeving Uitkijk. Tamen Rejo. Ik ben van district Saramaka, maar mijn omgeving zelf is Mr. Pishan die show. Ik woon zelf van de Mr. Pishan die show. Ja. Ik ben van Komaween. Het was vrij leuk. We hebben niet hard gewerkt. We hebben toch wel veel pauzes gehad. Ja, dat. Nee, het is niet mijn eerste keer. Als ik het goed heb, is het mijn derde keer als vakantiejobber bij Pontejuszaken. Nee, het is niet mijn eerste keer. Het is mijn eerste keer dat ik bij de vakantiejob heb gewerkt. Wel, tot nu toe vond ik het goed. Want het is een werk dat eigenlijk is voor jongeren, of beter gezegd schoolgaande, die toch mee kunnen participeren om het land toch schoon te houden en dergelijke. Ja. Dus dat was het van mijn beest. Politiebureau Richelieu. Ik vind het wel leuk, alleen hoe het weer is, zon is veel, dus dat. Maar het was wel leuk, ik heb met een paar vrienden van me gewerkt. Verschillende plaatsen gegaan. Dus ja, het was wel leuk voor mij. Leuk! Ik heb heel veel mensen leren kennen. Het was ook leuk waar ik was en zo. Voor mij was het wel een leuke ervaring. Ja, dan zo bouw ik mijn ervaring ook op. Ik heb bij een politiepost ter Richelieu gewerkt. Ik heb bij Jeugdzaak gewerkt. De eerste week als ik het goed heb. Daarna ben ik bij een mandier gaan werken. Daarna planten, schoonmaken enzovoorts. Ik heb gewerkt bij Yarikaba, dat is kantoor van sport en jeugdzaken zelf.
en omgeving? Ja, nee, schoongemaakt. We hebben schoongemaakt, plantjes, water gegeven, gebouwen moesten we schoonhouden. Ja, dat was het zo een beetje. Dat werk was wel niet zwaar, maar het was wel redelijk voor de kinderen die daar werkten. Wat we eigenlijk elke dag doen is bezemen, vegen, tafels vegen, computers. En elke dag hebben we andere werk, zoals de muur bezemen, schuren, plafond, de ramen. Geld wat ik heb ontvangen. Ik ga proberen toch om iets nuttigs ermee te kopen. Iets dat ik ermee langer mee kan genieten. En dat ik terug kan denken van oké, dit is dat geld van sport en zaken waarvoor ik heb gewerkt. Ga ik het door blijven sparen om iets leuks te kopen of misschien ga ik ook in de staat iets leuks voor mezelf kopen. Dus ja. Ik weet het nog niet. Misschien kleren kopen. Starten ergens. Ik weet het nog niet, maar het gaat wel alvast in mijn spaarpot. Ja, ik ga volgend jaar zeker meedoen. De uitbetaling van de vakantiejobbers heeft intussen ook plaatsgevonden. De vakantieactiviteiten van sport- en jeugdzaken vallen onder het project Zinvolle Vrijtijdsbesteding en wordt jaarlijks uitgevoerd.